Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Nederland ligt er mooi bij. Er zijn weinig wolken, alleen in het uiterste zuidwesten. Daar is wat meer bewolking, maar daar hebben we vanochtend niet mee te maken. Het is vanochtend vrij zonnig en droog en de temperatuur aan het einde van de ochtend 18 of 19 graden. En de wind neemt toe tot een matige of vrij krachtige wind, windkracht 5 vanuit het oosten. En ook begin van de middag is het zomers. Met 24 tot 27 graden is het ook zomers warm. Later in de middag en in de avond kunnen in het midden en zuiden van het land een paar stevige regen- en onweersbuien gaan vallen. En in korte tijd kan veel water naar beneden komen. In het noorden blijft het waarschijnlijk tot in de nacht droog. Morgen is het wisselvallig met een zuidelijke wind. Er trekken dan geregeld buien met kans op onweer over. En met 20 tot 21 graden is het minder warm dan afgelopen weekend. Dinsdag is een koele dag met 18 of 20 graden en ook dan is het wisselvallig met geregeld buien. Maar woensdag en donderdag gaat de temperatuur weer omhoog naar 21 tot 24 graden, maar het blijft wisselvallig en ook dan staat er nog veel wind. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.